van de patiënten is meermaals de vraag gesteld of er een verhoogde kans is op kanker bij Q-koorts. Om hier meer duidelijkheid over te krijgen, wordt in het UMC Utrecht onderzoek gedaan naar de relatie tussen lymfeklierkanker en Q-koorts. Persoonlijk vind ik dit best wel een spannend onderzoek, dus ik hoop dat onderzoekers Jan de Jelrik Oosterheert en Sonja Roede ons wat meer gerust kunnen stellen. Jan de Jelrik en Sonja, jullie doen een heel spannend onderzoek. Ja, dat vinden wij ook. We doen een vrij spannend onderzoek. We onderzoeken of er een relatie is tussen lymfomen, oftewel lymfeklierkanker, en Q-koorts. En hoe gaan jullie dat doen? Nou, dat doen we eigenlijk op drie verschillende manieren. We kijken in onze database van patiënten met chronische Q-koorts of er meer mensen zijn met lymfeklierkanker dan je zou verwachten. Dus in vergelijking met de Nederlandse populatie. Ten tweede kijken we of er nou meer lymfoom, oftewel lymfeklierkanker, voorkomt na de uitbraak van de Q-koorts-epidemie ten opzichte van voor de uitbraak van de Q-koorts-epidemie. En we doen een laboratoriumonderzoek waarbij we kijken of er bij patiënten met lymfeklierkanker ook daadwerkelijk Q-koorts te vinden is in de kwaadaardige cellen. Dat is het onderzoek dat Sonja Verhoede uitvoert. Ja, dat is een onderzoek wat we in Den Bosch doen. En voor dat onderzoek gebruiken we eigenlijk restmateriaal. Dus materiaal wat over is van eerdere onderzoeken die gewoon in de routinezorg eigenlijk gedaan zijn. En we maken daarvoor gebruik van bloed uit de vriezer. En we maken gebruik van stukjes van het lymfeklierkankerweefsel eigenlijk wat nog over is van het eerdere onderzoek. En wat we daar eigenlijk mee doen is in bloed kijken we of er antistoffen tegen Q-koorts aanwezig zijn om vast te stellen of mensen doorgemaakte infectie hebben of een chronische infectie. Of eigenlijk nooit Q-koorts hebben gehad. En van de mensen met antistoffen tegen Q-koorts kijken we in het lymfeklierkankerweefsel of er Q-koortsbacteriën aanwezig zijn in de kankercellen. Hebben jullie daar speciale bloedmonsters voor geselecteerd? Nee, we hebben eigenlijk alle patiënten met lymfeklierkanker geselecteerd. Dus we hebben daar niet een bepaalde groep uitgenomen. We nemen ze eigenlijk allemaal mee. En we maken dan wel onderscheid tussen mensen die lymfeklierkanker hebben ontwikkeld voor de epidemie en mensen die lymfeklierkanker hebben ontwikkeld na de epidemie. Maar we nemen ze allemaal mee in het onderzoek. Het klinkt alsof jullie al met het onderzoek gestart zijn. Ja, dat klopt. We hebben best wel, al zeg ik het zelf, nog meer spannende stappen gezet. De allereerste aanwijzingen dat er een relatie zou kunnen zijn tussen Q-koorts en lymfomen kwam van de groep van DJ Raoul uit Marseille. We hebben nu actief de samenwerking met hen opgezocht. En Sonja is ook naar Marseille toegegaan om met de modernste technieken te kunnen werken. Zijn daar deze beelden van? Ja, dat klopt. Dit is een biopt van iemands beenmerg. En dit is een patiënt met lymfeklierkanker. Niet met bekende chronische Q-koorts, wel met antistoffen, dus hij heeft wel Q-koorts doorgemaakt. En wat je eigenlijk ziet is dat je hier een witte bloedcel ziet en dat iets donkerder blauwer is de celkern van die witte bloedcel. En eigenlijk al die roze stipjes eromheen zijn Q-koortsbacteriën die zich dus in een witte bloedcel uit een lymfeklierkankerbiopt in het beenmerg bevinden. Dus dat betekent dat jullie alle patiënten met doorgemaakte Q-koorts onderzoeken? Ja. Klopt. Mensen met doorgemaakte infecties en chronische Q-koorts, allebei. Wat we eigenlijk niet weten, welke van de twee geassocieerd is met lymfeklierkanker. Ja. Hoi. Ik ben heel erg benieuwd wat er uit dit toch wel spannende onderzoek naar voren is gekomen. Wat zijn de resultaten? Nou, we hadden beloofd om het op drie verschillende manieren te onderzoeken. Allereerst hebben we in onze database van chronische Q-koortspatiënten gekeken of er meer lymfeklierkanker voorkwam dan je zou mogen verwachten in de Nederlandse populatie. Daaruit blijkt dat er iets meer lymfeklierkanker voorkomt bij patiënten met chronische Q-koorts. Maar dat zijn doorgaans onschuldige vormen van lymfeklierkanker die je vroeg opspoort door eerder bloedonderzoek. Dus we denken dat we die eerder op het spoor zijn gekomen door de chronische Q-koorts. Ten tweede hebben we gekeken of er nou meer lymfeklierkanker voorkwam in gebieden met veel Q-koortsactiviteit gedurende de jaren na de uitbraak. Wat we daarin vonden was dat er alleen in 2009, dus wel op de piek van de Q-koortsepidemie, meer lymfeklierkanker voorkwam in gebieden met veel Q-koortsactiviteit. Maar die trend die zagen we in de jaren daarna niet terug. En dat maakt dat we een oorzakelijk verband op grond daarvan niet heel erg waarschijnlijk vinden. En de derde manier waarop we dat onderzocht hebben is eigenlijk in het laboratorium. En dat zal ik uitleggen op papier. Daarbij hebben we bij patiënten die in aanraking zijn geweest met de Q-koortsbacterie in het verleden, daarvan hebben we de weefsels onderzocht. Er zijn dus twee soorten patiënten eigenlijk. Patiënten die met Q-koorts besmet zijn geraakt en die lymfeklierkanker hebben ontwikkeld.
en patiënten die met Q-koorts besmet zijn geraakt en die geen lymfeklierkanker hebben ontwikkeld. Hebben we gekeken of we in de lymfeklieren van de patiënten de Q-koortsbacterie konden aantonen. Dat was bij de patiënten met lymfeklierkanker was dat in 38% van de gevallen het geval. Maar ook bij patiënten die uiteindelijk geen lymfeklierkanker hebben ontwikkeld, was bij 19% van de mensen de Q-koortsbacterie aantoonbaar in die lymfeklieren. Dat duidt erop dat Q-koorts zich eigenlijk verspreidt door het hele lichaam en ook in de lymfeklieren. Dus je ziet de Q-koortsbacteriën wel vaker terug bij mensen met lymfeklierkanker? Ja, dat klopt. Dit is een verschil van ongeveer 50%. Het feit dat je bij patiënten die geen lymfeklierkanker hebben, toch Coxiella in de lymfeklierweefsels vindt. En het feit dat we denken dat we dit verschil kunnen verklaren doordat patiënten met lymfeklierkanker een iets slechtere afweer hebben, waardoor de Q-koortsbacterie zich makkelijker verspreidt door het lichaam, maakt dat we een oorzakelijk verband tussen de Q-koortsbacterie en lymfeklierkanker hiermee niet kunnen bewijzen. En dat is een geruststellende gedachte. Dat is zeker een geruststellende gedachte.